Hoi, goed jullie weer te zien. Ja, jongens, jullie zien het goed. Ik heb nog steeds mijn haar niet geverfd. En dat bevalt me prima. Genoeg over mijn haar. Wat ik eigenlijk wilde hebben, is eigenlijk een beetje de vitamine, de supplementjes die ik zeg maar slik. Even kijken of het. Ik kom zo terug. Even wachten. Sorry, ik was heel even uit beeld, maar ik moest even wat pakken, maar. Volgens mij, ja. Ja, laat ik beginnen bij de eerste. Die ik al heel lang slik. Dat is rode klaver. Dat is deze. Oh, kan ik hem natuurlijk weer niet zien. Even scherp stellen. Dat is deze. Dat zijn van die capsuletjes. Deze is nieuw, dus. Die zijn zo groot als je dat ziet. Ik hoop dat je het kan lezen. Zo. Zo ja. Zie. Zo zakelijk voor de opvliegers. Daar heb ik er niet zo last van. En ook meestal, ja, daar kan je mee spelen. Of twee keer per dag of drie keer per dag. In de winter doe ik het altijd twee keer per dag of één keer per dag. Ligt er net aan. Meestal één keer per dag. En dan komt het tegen de lente. Dan doe ik twee keer per dag. En dan is het de zomer. En dan is het drie keer per dag. Maar je mag gewoon zelf even. Maar nooit de dosis wat hier staat. Overschrijden. Dus hier staat drie capsules per dag. Innemen. Dan hangt het er ook af hoe erg last je ervan hebt. Dan moet je, als je meer last hebt van opvliegers, dan raad ik je aan om gewoon, want deze zijn gewoon van Holland en Merret, naar Holland en Merret te gaan en te vragen naar advies welke dan wel het beste is. Ik haal bij Holland en Merret omdat daar de meeste in zit en beter is. En ook gewoon. Van planten en bloemen gedaan is. De meeste dingen zijn niet van planten of bloemen gemaakt. Zeggen ze het wel, maar het is meer puur chemisch dan eigenlijk nodig is. Het is vitamine C, die doe ik altijd in de maand R. Nou, dit is de laatste maand, dus april. En dan mei, juni, juli, augustus en dan september begin ik weer. Dus je hebt zo'n dop, maar ze zijn wel handig. Kijk. Hij zit gewoon vast, maar als je dan hier aan het dood is, dan het opzetten. Kijk. Maar je kan het zo openmaken, dus dat is het probleem niet. En deze is gewoon één tablet, één. Per dag. Dus die doe ik altijd in de ochtend. En deze doe ik altijd ochtend, middag en avond. En dan heb ik deze. Dat is de puur koude omega-3 visolie. Capsules gemaakt van 100% visgelatine. 50 capsules. Je moet ook gewoon koud bewaren. Niet in de koelkast, AUB, want daar is het niet nodig voor. Alleen puur voor met koud water innemen. Mensen die zeg maar wel vis eten, maar niet genoeg vis eten. Kijk, het enige wat ik lekker vind, dat is zeg maar een lekker bekkie kibbelingen en zalm en zo. Dat vind ik wel allemaal lekker. En paling, maar paling is niet te betalen.
En dan deze is heel goed, ja, voor alles. Voor je spieren, voor je hoofd, voor je hersenen, alles. En deze is gewoon tijdens het eten. Dus dat doe ik altijd tijdens het avondeten. En dan deze Leon Main. Dus 20.1 extracten gelijk aan 10 gram limeens. Dat zijn een soort pannenstoelen. En deze is speciaal voor de geheugen. En ik moet je zeggen, ik ben er een poosje al mee bezig. En ik moet zeggen, het werkt wel. Door de corona, ja, sommigen geloven er wel in, sommigen geloven er niet in. Maar ik heb toevallig wel gekregen. Sorry dat ik gewoon weer aan mijn haar zit. Maar ik was gewoon, ik kan redelijk, het begint wel langzamerhand te komen, wel dingen weer onthouden en doen en zo. Maar in het begin helemaal, ik kon niks onthouden. Ik moest alles opschrijven. Zei je wat, dan moet ik het wel gelijk doen. Zo niet, dan was ik het weer kwijt. Maar het begint wel langzaam te komen. Het zijn wel kleine beetjes die helpen. En de kleine beetjes die helpen, ja, daar ben ik heel erg blij mee. Dit zijn de 3, 4 supplementen die ik zeg maar nu dagelijks inneem. En deze is gewoon alleen in de ochtend. Dus deze in de ochtend. Deze tijdens het avondeten. Deze in de ochtend. En dan deze in de ochtend, middag en de avond. Dus heb ik nog even herhaald. Wil je dan echt zeker weten wat voor vitamine je wil hebben? Ga dan naar Holland & Barrett. Oké, ik zeg het je bij. Ze zijn best wel prijzig. Alleen je hebt ook merken en je hebt ook hun eigen merken. En hun eigen merken zijn wel ietsjes goedkoper dan de A-merken van de supplementen of de vitamine. Als je het wil, en laat het zo zeggen, iedereen zijn portemonnee die er naartoe staat, dan moet je het doen. Als het niet zo is, ja, dan. En je denkt van ja, nou ja, ik wil toch supplementen, maar ik kan dat niet betalen bij Van de Holland & Barrett. Dan kan je altijd nog naar de Ethos of naar de Kruidvat of naar de Trekpleister gaan. Maar daar zitten niet de meeste ingrediënten in die zeg maar erin moeten zitten. Er zit maar minimaal in een beperking. Ja, dus ik zou zeggen, laat je goed informeren. Kijk gewoon even ook op de site van de Consumentenbond, want daar zie je ook nog eens vaak dingen bij komen die ze getest hebben van bekers tot weet ik voor wat. Dus ik zou ook gewoon de programma kas in de gaten houden. Dus dat is ook best wel een toppie. En verder zou ik zeggen, ja, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje en dan blijf je op de hoogte. Bye bye.